Bij ons zit Sophie Molemans. Sophie is pedagoog aan de Hogeschool PXL in Hasselt. Als lector zet ze in op maatschappelijke kwetsbaarheid met daarin een bijzondere aandacht voor een inclusieve leeromgeving. Sophie, welkom. Dankjewel. Een inclusieve leeromgeving in de klas en in de school. Wat begrijp je eronder en waarom is het zo belangrijk? Een inclusieve leeromgeving, het woord zegt het zelf, is ervoor zorgen dat je leeromgeving, dat in je klas en in je school eigenlijk elk kind kan deelnemen. Iets wat ik daar zelf heel belangrijk bij vind, is dat iedereen kent het begrip differentiatie als je in het onderwijs werkt. Maar dat we, als we willen differentiëren, als we maatregelen nemen, dat we er ook vanuit gaan dat elk kind wel gebruik kan en mag maken van die maatregelen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat als een bepaald kind gebaat is met wat meer rust en een prikkelarme ruimte, dat we die prikkelarme ruimte in de klas gaan installeren, maar dat alleen dat ene kind daar gebruik van kan maken. Want er gaan wellicht meer kinderen daar ook nood aan hebben en daar ook gebruik van willen maken. En dan een ander luikje wat we daar sowieso ook bij toevoegen in die inclusieve leeromgeving is de maatschappelijke kwetsbaarheid. Want dat is natuurlijk ook een aspect wat belangrijk is om iedereen te betrekken, om daar rekening mee te houden. Die maatschappelijke kwetsbaarheid, aan welke kwetsbaarheid denk jij dan? En waar moeten die studenten oog voor hebben? Ja, we hebben het dan eerder een stukje over de maatschappelijke kwetsbaarheid volgens het kader van Nicole Vettenburg, waarbij we die mensen eigenlijk zien, of die kindjes eigenlijk zien, als kinderen die in de maatschappij gewoon kwetsbaarder zijn, doordat ze niet alle tools die je eigenlijk nodig hebt om te kunnen functioneren in de maatschappij, maar ook om te kunnen profiteren van elk aspect van de maatschappij. En dan denk ik aan cultuur, dan denk ik aan onderwijs, dan denk ik aan sport en hobby's, om daar allemaal gebruik van te maken. Maar we koppelen daar ook het kader rond kansarmoede aan vast, omdat dat toch vaak betrekking heeft op dezelfde gezinnen, op dezelfde mensen. En voor het stukje kansarmoede grijpen we dan terug op verschillende theoretische kaders, zoals het kader van kind en gezin, wat dan aangeeft, je hebt eigenlijk 6 criteria en als mensen op meerdere van die criteria scoren, vallen ze in de categorie kansarmoede. Dat maakt het voor studenten vaak concreter dat het iets is wat betrekking heeft op verschillende domeinen. We koppelen daar ook kaders aan, zoals het stukje van de mythenaar, waarbij het gaat over de verschillende kloven van kansarmoede. Het web van kansarmoede, waarbij dat de binnenkant en de buitenkant met elkaar verbonden zijn en waar dat verschillende levensdomeinen een invloed hebben op elkaar. Maar we vinden het zeker belangrijk om die maatschappelijke kwetsbaarheid erbij te benoemen van Nicole Vettenburg, omdat dat net echt de klemtoon legt op: dit zijn mensen die niet van alles in de maatschappij kunnen profiteren. En dat zit ook bij ons in het onderwijs. We willen inclusief onderwijs aanbieden, onderwijs voor iedereen. Maar uit onderzoek blijkt nog altijd dat mensen die uit een maatschappelijk kwetsbare situatie komen, dat die toch minder kunnen profiteren van ons onderwijs. En we weten ook dat welbevinden heel belangrijk is om leerkansen te hebben en om te kunnen ontwikkelen, om te kunnen profiteren van wat er in het onderwijs aan bod komt. Die schoolomgeving, die schoolcultuur, is die gewapend om met die kwetsbaarheid aan de slag te gaan? Dus ik denk zeker niet dat ons heel onderwijs er al tegen gewapend is. Maar er is wel al meer aandacht voor dan vroeger. En dat zit ook in heel veel verschillende projecten. Dus Kleine Kinderen Grote Kansen van de Koning Boudewijn Stichting probeert daar heel veel in te betekenen. Hier in Limburg hebben we ook heel specifiek het SALIC-project, dus Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat. Waarbij dat er ook extra aandacht is voor maatschappelijke kwetsbaarheid in de lerarenopleidingen. Hoe kunnen we daar preventief mee omspelen of mee omgaan? Maar ook hoe kunnen we daar curatief op inspelen? Als we geconfronteerd worden met lege brooddozen of met een brooddoos waarin dat misschien overschot van frietjes zit van de dag ervoor, hoe moeten we daarop inspelen? Ouders die we niet kunnen bereiken, die niet naar oudercontacten komen, wat kan er allemaal achter zitten? Hoe zit het eigenlijk met onze eigen bril? Onze vaak, in de lerarenopleiding hebben we toch nog heel vaak, niet allemaal, maar heel vaak studenten met een witte middenklasbril. Hoe kunnen we ons verplaatsen in andere verhalen en in andere brillen? In de hoop dat we onze studenten nu al een aantal jaar meer gewapend het onderwijsveld insturen. Die aandacht voor sociale duurzaamheid, hoe plannen jullie die in dat aanbod naar de studenten toe? Ja, we hebben daar eigenlijk een leerlijn in, waarbij we in jaar 1 starten met een aantal theoretische kaders die we zelf aanbrengen. We vertrekken dan ook vanuit een reportage bijvoorbeeld van Pano,
om dan een paar kaders aan te reiken, zoals het kansarmoedeweb zit dan in dat eerste jaar, maar ook het oorzakenmodel van Frank, om eens te kijken van welke oorzaken wijden mensen toe aan die kansarmoede en hoe beïnvloedt dat de manier waarop je ermee omgaat. Hetzelfde met de 12 brillen van kansarmoede die je op klasse terugvindt. Een paar dingen die we in jaar 1 doen, dat is het vervatten in één les. En daar stopt het eigenlijk bij. En dan doen we in semester 2 van dat eerste jaar ook nog een uitstap naar een vereniging die werkt met mensen in kansarmoede. Dat kan bijvoorbeeld zijn naar een sociale kruidenier. We willen dat eerste jaar vooral de basis aanbieden. En dan in het tweede jaar gaan we wat verder daarin. En dan werken we eigenlijk in een hele module in het tweede semester van het tweede jaar rond die maatschappelijke kwetsbaarheid. Dat is een module waarin dat we 2 doelen hebben. Enerzijds dieper ingaan op die maatschappelijke kwetsbaarheid, meer kaders aanreiken. Ook een stukje zelf zoeken naar waarin wil ik mij nu verdiepen, waarvan weet ik nog niet genoeg. En binnen dat stukje van die maatschappelijke kwetsbaarheid werken we ook met ervaringsdeskundigen. Anderzijds koppelen we aan dat vak ook onderzoek. Dus heel concreet is het binnen die module de bedoeling dat studenten zelf een onderzoekje gaan doen naar maatschappelijke kwetsbaarheid of naar kansarmoede. En ze vertrekken dan vanuit de ervaringsdeskundige die een verhaal komt vertellen. Dus ze doen dat altijd met 2. We werken daarvoor samen met De Link. En die eerste sessie is eigenlijk 3 uur die gegeven wordt door een vormingsmedewerker van De Link en een ervaringsdeskundige. En die ervaringsdeskundige gaat dan later in het onderzoek van de studenten nog 2 keer de studenten verder meekomen ondersteunen. En dan komen we in het derde jaar. En in het derde jaar gaan we het stukje maatschappelijke kwetsbaarheid nog wat meer verdiepen door in te gaan op welke rol kan ik nu spelen als leerkracht en als school. Hoe kan ik nu het verschil betekenen en hoe kan ik een hefboom zijn voor die kinderen? Hoe kan ik zorgen dat school een veilige haven wordt voor kinderen, maar ook voor hun ouders? En ook hoe kan ik die ontwikkelingsachterstanden die toch heel vaak aanwezig zijn bij maatschappelijk kwetsbare kinderen, hoe kan ik die net gaan verkleinen of wegwerken in plaats van vergroten? Hoe kan ik ook zorgen dat dat kind graag naar school komt en zorgt dat die schoolcarrière een goede start kent, zodat ze meer kansen krijgen later? En daarvoor werken we ook weer samen met De Link voor 1 bepaalde opdracht. Studenten kunnen kiezen wat ze willen doen. Willen ze voor een opdracht gaan of willen ze voor een stage gaan in een aparte organisatie? En als ze kiezen voor een stage in een aparte organisatie, komen er natuurlijk andere partners bij. We hebben daarvoor al samengewerkt met Auxilia, met het Leonhuis hier in Hasselt, maar ook met bruggen bouwen, met het Letterbos, met buurtsportwerking hebben we al een paar mooie samenwerkingen gehad. En we proberen daar ook elk jaar een aantal nieuwe organisaties te verkennen, zoals bijvoorbeeld Nuter Hills, die ook een stukje buurtwerking, kleuterwerking doen hier in de omgeving. Studenten die met dergelijke complexe thema's aan de slag willen gaan, moeten gaan uiteindelijk ook, die hebben daarvoor vaardigheden nodig. Wat bieden jullie hen aan ter versterking van de vaardigheden die zij zelf op het terrein zullen nodig hebben? Nu, sowieso spelen die ervaringsdeskundigen daar een heel grote rol in. Want die ervaringsdeskundigen zijn eigenlijk mensen die zelf in kansarmoede opgegroeid zijn en nadien een opleiding hebben gekregen om daarover te kunnen spreken en om ook aan te geven van kijk, hier botsten wij op of dit waren voor ons heel moeilijke momenten, heel pijnlijke momenten en hoe had de school daar een verschil kunnen betekenen. Bij studenten komt dat ook meer binnen als zij zelf vanuit hun ervaringen vertellen. Want ze zijn heel vaak toch wel een stukje gechoqueerd na die lessen in het tweede jaar. Waarbij dat ze veel meer intrinsiek gemotiveerd zijn om hier wil ik wel iets aan doen en ik wil het anders doen. In jaar 3 proberen we ook een aantal andere methodes uit. Zo werken we bijvoorbeeld met een placementmethode waar dat ik een aantal casussen aanreik die in een kleuterklas kunnen voorkomen of die op school kunnen voorkomen. En waarbij dat ze dan samen na moeten denken, 1, wat vind ik daarvan? Maar 2 ook, hoe zou ik dat aanpakken of hoe zou ik dat willen voorkomen? Iets anders wat ik doe om meer inzichten te bieden, is dat we, dat is iets wat ik zelf ooit opgepikt heb uit een gastcollege, maar wat dat ook heel veel effect bleek te hebben op studenten, is ingaan op, wat is mijn rol in het verhaal? We werken dan eigenlijk met 4 stoelen, waarbij dat het 1 de ouders zijn, 1 stoel staat voor de leerkracht, 1 stoel staat voor de school en 1 stoel staat voor het beleid hogerop. En dan werken we ook met een aantal uitspraken of casussen. En dan gaan we eens kijken waar dat studenten denken dat de schuld daarvan ligt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over die lege brooddozen. Dat kan gaan over een lage kleuterparticipatie of niet deelnemen aan uitstappen. Ouders die niet op school geraken.
Maar dat kan ook gaan over het schoolreglement dat niet gelezen wordt, waardoor dat er afspraken niet nagekomen worden. Er zitten eigenlijk heel veel verschillende insteken in. En ik merk elk jaar opnieuw dat studenten oorspronkelijk heel vaak hun briefjes leggen overal, behalve bij hunzelf, behalve bij de leerkracht. En dan gaan we daarover in gesprek, waarbij dat ik dan kritisch een vraag stel met: maar je vindt dat het de schuld is van de ouder of de school of het beleid, kan je hier dan als leerkracht helemaal niets aan doen? En dan komen ze zelf toch vanuit hun eigen kritische reflectie en van verhalen die ze dan bij elkaar horen van: oh ja, maar eigenlijk kunnen we dit als leerkracht toch zo aanpakken. En op het einde van de oefening liggen dan bijna alle briefjes op de stoel van de leerkracht, waardoor ze die les toch buiten gaan met het gevoel van: nee, ik kan wel degelijk een rol spelen, zelfs al denk ik oorspronkelijk het ligt bij de ouder of bij de school. Ik kan hier als leerkracht wel echt de verschillen betekenen. Mooie voorbeelden zijn dat. We kunnen ons daar perfect bij voorstellen dat hun kritisch denken wordt gevoed. Ja, ze zetten ook in op het onderzoeken van complexe problemen, complexe situaties. Ik hoor de studenten ook al meteen in zekere vorm van zelfreflectie gaan. Zijn er geen momenten dat die studenten zelf ook met kwetsbare, met persoonlijke ervaringen naar voren komen? Je bedoelt dan bij de persoonlijke thuissituatie van de student? Bijvoorbeeld. Ja, dat zeker ook. Ik vind het wel heel mooi hoe dat studenten daar vaak wel over communiceren naar ons toe. Als we in het eerste jaar die lessen rond kwetsbaarheid doen, zijn er heel vaak studenten die binnen de veiligheid van een klasgroep zelfs al persoonlijke verhalen durven delen. Wat natuurlijk ook een mooie impact heeft op de bewustwording in de rest van de klas. Er zijn ook studenten die dat liever niet vertellen in open klasgroep, maar die daar dan over komen vertellen naar ons als lectoren, of die nadien dan een afspraak maken op het studentpoint hier bij onze studentenbegeleiders om daarover te vertellen. Dus dat is sowieso iets moois wat eruit voortkomt, dat er precies openheid gecreëerd wordt om erover te vertellen. Op die manier zitten de ervaringsdeskundigen dus ook in jullie klaslokaal. Ja, inderdaad. En we proberen daar ook wel zelf rekening mee te houden op voorhand. Dus wij proberen bijvoorbeeld elk jaar opnieuw een vraag te stellen: welke handboeken zijn zeker nodig om aan te kopen? Uit welke boeken werken we heel veel? Daar wordt ook een lijst op gemaakt, zodat studenten niet in één keer heel veel handboeken moeten kopen, maar dat dat mooi verspreid is. We proberen ook te bemiddelen of een forum aan te bieden waar dat ze handboeken tweedehands of derdehands, vierdehands zelfs kunnen kopen om wat prijzen te drukken. We proberen ook in het stukje materialen creëren, want natuurlijk studenten kleuteronderwijs moeten veel materialen ontwikkelen voor in de kleuterklas. Proberen we ook aan te geven, werk met kosteloze materialen. We proberen ook daar handvaten in te geven, hoe dat ze dat kunnen doen. Bijvoorbeeld in de lessen beeld en in de lessen muziek leren ze om een eigen muziekkoffer te maken met kosteloze materialen, om daar zelf voor muziekinstrumenten mee te maken. Worden die studenten op een structurele manier, op een systematische manier in dat participatief proces meegenomen om inderdaad wijzigingen aan dat instellingsbeleid door te voeren? Ja, als ze daar zelf voor openstaan, want natuurlijk blijft dat een heel kwetsbaar gegeven. Ik zei daarnet ook al, ze durven dat soms wel in hun eigen klasgroep in die veilige omgeving uiten of naar ons als lector. Maar dat betekent natuurlijk niet direct dat ze er klaar voor zijn om dat openlijk naar andere mensen te communiceren, om van daaruit mee na te denken over wat we allemaal moeten doen. Dus als zij daarvoor openstaan, dan zeker wel. Er zijn ook elk jaar op het einde van het jaar anonieme bevragingen over de opleiding en over de verschillende opleidingsonderdelen, over de modules die we aanbieden. Dus daarin kunnen ze anoniem ook een steentje kwijt. We hebben ook een studentenraad waarbij dat de studenten toch wel heel veel dingen aanbrengen. Zoals bijvoorbeeld dat de kosten, de printkosten voor voorbereidingsdocumenten op stage, dat die toch wel heel hoog opliepen. Dat dat niet altijd haalbaar was voor de financiële situatie van studenten. Waardoor dat we nu ook zijn overgeschakeld op digitale stagemappen. Dus er zijn wel verschillende organen waar dat ze effectief hun stem kunnen inbrengen. Verschillende manieren waarop dat kan. Maar niet iedereen staat ervoor open natuurlijk persoonlijk daarover in gesprek te gaan. En merk je ook aan de studenten, ik denk dan voornamelijk aan studenten in het derde jaar die op stage gaan, als zij terugkomen van die stage, komen zij met verhalen, met de getuigenissen van de ene school heeft duidelijk aandacht voor die maatschappelijke kwetsbaarheid, maar nu kom ik uit een school waar dat eigenlijk bijna helemaal niet het geval was. Hebben zij door de ondersteuning die ze hier hebben meegekregen ook daar een zekere gevoeligheid voor gekregen en communiceren ze dat?
Op jaar 2 zien we dat wel heel mooi. Als ze daar op het einde van het jaar, in de laatste les van Kritis en de Samenleving, doen we effectief een reflectiemoment samen met de ervaringsdeskundigen. En dan zien we wel heel mooi dat ze aankomen met verhalen zoals, zeg, bij ons was er een leerkracht en die zei dat kansarmoede daar op school niet bestond. Maar als ik kijk naar die cijfers van kansarmoede, blijkt dat in onze regio toch 22% van de kinderen in kansarmoede leeft. Dat is 1 op 5, dat kan niet dat er geen zijn. En dan kunnen ze daar ook heel verontwaardigd over zijn. Ze leren daar ontzettend veel uit, dat is duidelijk, dat komt duidelijk uit uw voorbeelden. Maar dan uiteindelijk moet je dat ook evalueren. De ene student zal daar meer van oppikken dan de andere. Hoe evalueer je de studenten? Hoe begeleid je hen daarin om van hun leerervaringen om daar ook uit te leren? Nu, dat is altijd een beetje zoeken, omdat je natuurlijk een soort van attitudes aan het beoordelen bent. En ja, je hebt ook al gemakkelijker sociaal wenselijke antwoorden die je dan krijgt, of sociaal wenselijke reflecties die je krijgt. Dus dat is niet altijd gemakkelijk om dat in te schatten. Maar in jaar 2 zit het vak Kritis in de Samenleving gekoppeld aan de onderzoeksvaardigheden. Dus dan proberen we in het evaluatieformulier enerzijds de onderzoeksvaardigheden te scoren en anderzijds in te gaan op, wordt er met respect over de doelgroep gebabbeld? Is er erkenning voor de problematiek in hetgeen dat omschreven wordt? En als ik vind dat dat in de presentaties of in de schriftelijke taak niet voldoende tot uiting komt, stel ik specifiek daar rond nog een paar individuele vragen, zoals wat is er precies veranderd in jouw bril of in jouw visie? Of wat is hetzelfde gebleven en waarom? In jaar 3 zit dat vooral in de beoordeling van die stage maatschappelijke kwetsbaarheid. En daarin gaan de organisaties waar dat we mee samenwerken ook een oordeel geven op hoe hebben wij gemerkt dat de studenten openstaan voor de problematieken die er zijn? Hoe hebben we gemerkt dat studenten communiceren over de problematieken die er zijn? Hoe hebben we gemerkt dat studenten zich openstellen naar ons, wij als organisaties die daar ervaring mee hebben? En hoe gaan ze aan de slag met feedback die effectief gaat over afstemming op de doelgroep? En daarmee proberen we dan toch een correct beeld te creëren. En daarnaast gaan we ook een beoordeling geven over de reflectie die ze schrijven. Ja, en op die manier komen hun leerresultaten echt wel aan de oppervlakte. En dan zullen ze inderdaad zelf wel constateren van ja, al dat werk rond zelfreflectie, het levert uiteindelijk toch wel wat op. Ik ben als persoon, maar ook als professional, echt wel gegroeid. En ik weet waar mijn sterke punten liggen, maar ik weet ook waar mijn uitdagingen liggen. We proberen ook wel op dat reflectievermogen, zeker voor die professionele groei, in te spelen tijdens coachingsmomenten die we doen met de studenten. Dus, en dat doen we aan de hand van de GROW-methode. Waar houdt die methode precies in? Ja, GROW is met 2 R, dus G-R-R-O-W. En de G staat voor goal. De eerste R staat voor reality. De tweede R staat voor resources. De O staat voor options. En de W staat voor will do. Dus we gaan eerst kijken van wat wil ik nu precies bereiken. We vinden het heel belangrijk dat die goal helder is. Dat ze niet gewoon zeggen, ik wil dat al mijn kinderen betrokken zijn, maar dat ze dat veel concreter gaan maken in welke activiteiten of op welke verschillende momenten. Niet gewoon, ik wil dat al mijn kinderen een goed welbevinden hebben. Natuurlijk is dat belangrijk, maar waar merk je dat het misloopt? Waar gaan we dat concreet maken? Om dan te kijken naar, wat heb je al uitgeprobeerd? Wat is de situatie? Wie of wat kan jou allemaal helpen? Wat kan je nu allemaal doen? Think out of the box. Welke ideeën gaan we sowieso schrappen en wat wil je zeker gaan uitproberen? En kies er dan eentje om te gaan uittesten bij die will-do. En we plannen dan ook altijd een opvolggesprek in. Nadat je dat hebt uitgetest, zitten we nog eens samen. Heeft het gewerkt? Ja, oké, fijn. Heeft het niet gewerkt, dan coachen we verder. Het is duidelijk dat jij heel structureel, systematisch en met veel enthousiasme inzet op deze uitdagingen. Sophie, het was een bijzonder inspirerend gesprek. Dank je. Met heel sterke voorbeelden en met heel veel enthousiasme gebracht. Onze samenleving heeft nood aan, niet alleen aan veel leerkrachten en meer leerkrachten, maar dus ook aan enthousiaste leerkrachten. Leerkrachten met goesting. Die leveren jullie af? Ja, dat hopen we in elk geval, want we hebben binnen de PXL ook de X-factor. En één beentje van de X-factor staat voor empathie. Empathie is het samenbrengen van empathie en passie. En we hopen dat al onze studenten ruimschoots uitblinken in de volledige in X-factor, waar dat die empathie toch ook een belangrijk onderdeel van vormt. En we proberen zelf als lectoren ook de passie voor het vak uit te stralen
en op die manier over te brengen op studenten, zodat zij op hun beurt ook gepassioneerde leerkrachten worden met veel empathie voor elk kind en elke situatie. Deze X-factor lijkt me een schitterende afronding van dit boeiende gesprek. Sophie, nog veel succes bij de opstart nu van het nieuwe jaar, want daar staan we nu voor. Dankjewel, ik kijk er naar uit. Dankjewel ook.